Ja, stop eens. Ja, lekker ben ik, koffie. Wat zijn je weer? Helemaal zwart, zonder cognac. Alleen maar frisdrank. Benny is net als ik goed bezig. Weinig tot geen alcohol. Is echt niks mis mee, lieve mensen. Maar als we nu dan een keer een biertje, zoals laatste vakantie in Griekenland. Heerlijk, een biertje. De wijn was niet te zuipen bij het resort. Een verkouden heb ik er wel aan overgehouden trouwens. Maar ja, dat krijg je in zo'n, als je in zo'n rioleringsbuis zit op de terugweg door de lucht, zeg ik altijd. Iedereen is verkouden en die begint te hoesten. Maar dat terzijde. Maar nu, ik heb hier nou een auto staan. Ja, Mercedes-Benz. Der zilberne stern over dit week. De SLK. 1999 ongeveer. En deze auto. Benny, wat deed die auto? Wat doet hij niet? Hij lukt weer te staan. Ja, hij liet hem, dus de eigenaar, de hele tijd staan. En het mooiste is. Het is een bekend heuvel voor de mensen die dat weten natuurlijk, maar goed, ik laat het ook eens weer op mijn wijze zien. Deze auto is voorzien van benzine-inspuiting met een motorcomputer. Hier ligt een motorcomputer, hier zo. Dit is als volgens mij de automaat, dit is de motorcomputer, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Motronic. Hier ligt nog een computer naast van de automaat namelijk. En dan heb je hier een zogenaamd... Mercedes noemt het de K40, een gecombineerd relais liggen. Het is namelijk een euvel dat die relaiskasten stuk gaan. Dan zul je zeggen, ja, wat zit hier voor een relais in? Nou, hier zitten een hele hoop relais in. Onder andere, en die is ook na een meting wat Benny gedaan heeft, kapot. Dan kunnen we wel de meting laten zien. Wat komt er eigenlijk op neer? Op het moment dat je gaat starten, en nu heel makkelijk, ik trek hier een keer aan, oh nee, hij zit in elkaar. Ik haal even die kap eraf, ik zet jullie even neer. Zo. Ja, dankjewel. Dit is nou het systeemrelais van onder andere. Wat zit hier allemaal in? Wanneer ik hier... Wacht even Robert, een relais. Wat is nou een relais? Eigenlijk wat je hier ziet, deze vijf jongens naast elkaar, deze vijf, is hetzelfde... als wat ik hier in de hand heb. Zo'n blokje, een relaisje met vier aansluitingen. Een relais is niets anders dan een schakelaar op afstand. Of niet, Benny? Ja, ik heb de leermeester daar zitten, zeg ik altijd. Die moet eventjes mij even een goedkeuring geven. Hou me goed in de gaten, jongen. Relais, simpelste relais, vier aansluitingen. Je hebt ze ook met vijf en met veel meer, maar dat zijn vaak hele andere functies. Twee van die poortjes, daarmee bedien je een heel klein spoeltje. Wanneer je daar een spanning op zegt, dat spoeltje zorgt er dus voor. Dat is heel fijn koperdraad. Dat kun je ook mooi zien hier, al dat koperdraad wat hier allemaal ziet zitten hier zo. Je bedient daarmee een... je maakt eigenlijk daar binnenin een weekijzeren kern magnetisch. Met als gevolg, je trekt dan als het ware creëert een schakelaartje. En zoals bij deze ook, je hebt hier een schakelaartje zitten. Nou gebeurt hier niks. Dit is eigenlijk het relais waar het om gaat. Nu hoor je de benzinepomp lopen. Deze wordt niet bekrachtigd. En hier zit nog een relais. Nou, waar is die van? Klakson relais. Nog een relais. Volgens mij is dit contact, denk ik. Of computer relais, denk ik. Een van die. En hier zit er nog een. Dit is, kijk, dit is jouw motorrelais onder andere. Ja. De meeste fabrikanten kiezen ervoor om allemaal losse relais te gebruiken in plaats van Mercedes 5 op 1 printplaat met nog een keer een zekering houden. Dus ja, maakt dat wel uit qua werking niet, maar het is wel zo wanneer in dit geval deze stuk is en wat een stuk aan is waarschijnlijk de aansturing, zoals ik het vermoed, aansturing. Want aansturing, had jij aansturing gemeten, Ben? Heb je niet naar gekeken, maar we weten het haast wel zeker. Geen schema's, daar kom ik namelijk zo op terug.
9 van de 10 keer is bij deze auto altijd namelijk dat blok de stuk is. Ja. En nu komt het kostentechnisch, zo'n raletje kost misschien 2, 3 euro. Laat een keer 5 of een tientje zijn. Zo'n blok kost zo'n beetje, ja, zoek hem maar op voor onze... Nee, ik wil bijna gemeen zeggen toetsenbordredders, maar dat zou niet eerlijk zijn. Voor onze wieslippen, oh nee, dat zou ook niet... Ja, nee, maakt niet uit. Maar als je Mercedes K40 relais, ik wil dat bijna in het Duits zeggen... Also, Mercedes K40 relais, toets je hem in, dan kom je wel uit bij Autodoc. Nou, ik heb laatste keer onderweg een onderdeel gezien van Autodoc. Ik zou daar persoonlijk geen onderdeel in bestellen, in ieder geval niet van dat merk. Motor integrator, nou, zo'n kastje kost ongeveer zo in de imitatieland tussen de 130, 140 euro. Denk bij Mercedes misschien, ja, 160, 170 euro. Nou, wat ga ik nou doen? Ik ga kijken naar dit relais. Ik ga eigenlijk niks anders als dit relais in plaats van dit relais maken. En ik heb wel een idee. Mijn idee is namelijk van, nou, weet je wat? Ik soldeer er gewoon overheen. Zodat met een paar draden dat dit relais er gewoon bij naast hangt. Hier zit toch een kap overheen na de tijd. Zie je niks van weer. Dan heb je gewoon een goed werkend relais en een op zich weer probleemloze auto. Ben die gaat nou achter de stuur zitten. En dan zien we hier dus al die relaisjes. En eigenlijk moet het zo zijn dat dit relais dus, dat dit relais in moet schakelen. Zou je hem één keer op contact willen zetten, de auto? En nou eens een keer willen starten. Dan moet je hem in de P zetten. Doet hij niet, hè? Kijk, dit is het laatste beetje restdruk wat hij nog heeft. Wil je nog eens een keer starten? Ja. Je moet hem helemaal terugdraaien en weer opnieuw starten, dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. En nu ga ik hem bij de volgende start, ga ik deze eventjes, ga ik hem een keer zelf met de hand even indrukken. Ja, doe eens. Kijk, nou doet hij het, laat ik hem los. En dan stopt hij er weer mee, dan heeft hij namelijk geen benzinedruk meer. Dus dan zie je wel, die wordt niet aangestuurd. De meting die ik wel even wil gaan doen voor de zekerheid is... kan ik aan de achterzijde denk ik wel zien. Het is ook wel warm geweest hier trouwens. Het lijkt wel alsof ze voor hetzelfde geld nog een keer vaker aangesoldeerd, maar dat denk ik niet. Hij heeft 4 aansluitingen, dat reletje wat hier zit. Misschien nog een paar poortjes meer. Die zit er helemaal ingeschweist daar zo. Dat zijn de 2 grote contacten die er aan zitten. En daar zitten namelijk de andere kleine contactjes aan. Ja, dat loopt een beetje door elkaar heen. Het is altijd lastig te zien hier wat nou precies aansturing is. En wat hier nou... Precies, wat zei je, Ben? Oh, je hebt ze geprobeerd te solderen. Ja, precies. En nu gaat het mij even om, wat is nou aansturing en wat is nou de... Het spoeltje dus en de... Even kijken, want dat zit daar en dat gaat daar naartoe. Dit zijn gewoon de voetjes waar die vast zit op de grond. Maar dat is wel grappig, die zijn gesoldeerd, maar dat heeft niks te maken. Die 2 kleintjes, denk ik. Ik denk deze 2 kleintjes. Dit zijn de punten waar die mee gesoldeerd zit aan. Even kijken daar zo. Ja. Aan de onderkant als het ware. Er zitten nog weerstandjes overheen. Ook niet onbelangrijk. Maar die weerstandjes die zijn getekend als zijnde in de spoel. Bewijzen, ik denk dat ik op die weerstandjes moet kunnen meten hier zo. Wat die zou hebben qua aansturing. Ja. Ja, stop eens. Kijk, zet hem eens alleen op contact. Kijk, zie je, dit is de aansturing voor de benzinepomp. Over het weerstandje. Dus die is aanwezig. Alleen het spoeltje wat erin zit, is dus defect. Dus ik weet nu al over deze 2. Kan ik dus 2 draden solderen. En dit is de uitgaande, dit is de ingaande. Dan kan ik even meten ten opzichte van massa hier zo. Waar je voeding op staat. Dit is een plus, hier moet een plus op staan. En als je hem nog eens een keer zou willen starten, hier moet eigenlijk dan die andere plus op komen te staan die het niet is. Nou verbind ik hem zelf even door. En dan kapt hij er mee. Yes, dankjewel. Een issuetje, dat weerstandje. Ik heb hier ook een reletje. En bijvoorbeeld, ik weet dus niet, dit is een relais zonder deksel.
Ik weet niet wat Ben de deksel heeft gelaten. Of het dezelfde soort relais als deze is. Maar hier kun je namelijk zien op de tekening. Ah, op 53. Kijk aan. Op de tekening zie je hier getekend. Op de tekening zie je getekend. Een, even kijken, heb ik nog een aanwijsdingetje hier zo. Ja. Zie je heel mooi hier een weerstandje en eigenlijk deze twee aansluitingen. Nou, het spoeltje zie je qua afbeelding niet hier zo, maar wel het weerstandje. En dan hier de schakelaar, op het moment dat je hier dus de spanning op zet, dan trekt hij dus, omdat het magnetisch wordt, dit magnetisch dingetje naar beneden. En het weerstandje is heel belangrijk. Waarom is dat weerstandje belangrijk? Die zit er ook echt duidelijk los ingesoldeerd, want het zijn dus losse reletjes. Ik kan het weerstandje zelfs laten zitten. Want dan kun je namelijk gebruik maken van, ja, heb je een extra weerstand. Ach, hoeft niet, kan wel. Ik zie wel of die goed bekrachtigd wordt, ja of nee. Maar het weerstandje heeft een functie. Waarom heeft dat een functie? Je moet je voorstellen, je hebt aan de ene kant van die draad, van die aansturing, heb je een plusje. En aan de andere kant een minnetje. Je zet er een plus en een min op. De plus komt gewoon vanuit jouw, vanaf jouw accu, zeg maar, of je plus naar contact. En de aansturing gebeurt vanuit deze motorcomputer naar dit ding toe met een minnetje. Zit er nou geen weerstandje in en je schakelt een spoel in, dan krijg je namelijk een hele mooie stroomopbouw in die spoel. Tot hij hem aangetrokken heeft en dan blijft hij als het ware een beetje gelijk. Schakel je echter de boel uit en dus, dan krijg je het natuurkundige fenomeen wat elke spoel heeft namelijk. Bij het uitschakelen, dan krijg je een zogenaamde piekweerstand, noemen we maar. Een piekspanning. Er komt dus even een beste spanningspuls op te zijn. En die kan best hoog zijn. En dat weerstandje, dat blust als het ware die spanningspiek. Heb je dat weerstandje niet of hij is stuk, dan kan het zijn dat die piekspanning zo rechtstreeks jouw computer ingaat, richting jouw transistor die hem aanstuurt. Kun je wel nagaan wat er gebeurt. Ik heb dit gezien bij een Mitsubishi... Outlander ooit, geen PHV, maar een oudere Outlander. Die reed op gas en die had een hele mooie motorcomputer erin zitten. En die motorcomputer die gaf geen aansturing meer op die computer. Motorcomputerstuk. Gebruikspul erin gezet, 2 weken gereden, weer stuk. Bleek nou, het relais was dus inderdaad het weerstandje van stuk. Ja. En het was een dure ingreep. Wat hebben we gedaan? Ik heb toen heel simpel gedaan. Ik heb de moment dat je het contact inschakelt, gewoon zelf een puls gemaakt, een massakabel en dat, laat ik zo zeggen, het relais wordt ingeschakeld op het moment dat je hem op contact zet. En toen liep de auto ook gewoon. Alleen de aansturing van die motorcomputer werkte niet meer. Goed, wat ga ik nou doen, de volgende stap? Ik haal dat ding eruit en ik ga de boel gewoon eventjes los solderen. Ik heb soldeerapparaat bij me, zowel die van de AC Tion, maar die is denk ik niet sterk genoeg met een printplaat. En Benny heeft ook nog wel een soldeerapparaat, uiteraard, wat heeft Benny niet. En ik heb mijn gassoldeerapparaat bij me. Dus, ik zal je eerst nog eens eventjes een reletje laten zien, wat ik ook wel eens met mijn werkkanaal gedaan heb, van hoe die dus werkt zoals het hoort te zijn. Koffie. Robert, hoe weet je nou welke aansluiting je moet hebben? Nou, de tekening staat erop, en nu is het zo, ik loop al iets langer meer dan vandaag in Autoland. Ze zijn allemaal genummerd. Moderne relais hebben nog wel eens een keer een 1, 2, 3, 4 nummer, of dan 5, 6, ga maar door. Maar het meeste wat je tegenkomt is eigenlijk toch wel de Bosch, mijn naam, nummering. In dit geval 8586 is het spoeltje. En 30, dat is de voedingsspanning vanaf jouw accu. En 87 is dan de uitgaande spanning. Volgens mij is het zelfs Duitse industrienummer, als ik me niet vergis. En wanneer je een schema bekijkt van die auto, dan zeg je echt van, ach ja, zo zit het in ieder geval. Eerst laat ik jullie nog even een relais zien en dan gaan we gelijk verder met het thema schema's. Reletje, en hier zie je dus de aansturing, of de aansluiting staan, 8586. Maakt het wat uit qua aansturing, wat nou de plus en de min is? Wel nee. Ik zet hem er mooi even zo op. En aan de andere kant, ik heb hier een probe, wanneer ik hier indruk, hier heb ik een plusje, hier een minnetje. Hier staat nou dus een min op. En je ziet nou, ik heb dus een doorgang, om het maar zo te zeggen. En ik zet daar eventjes een keer een pulsje op, daar komt hij. En je ziet hem heel mooi schakelen. En je hebt dus geen vonkvorming en geen enkele puls terug, piekspanning terug, omdat het weerstandje daar dus binnenin zit. Kun je hier het weerstandje zien zitten, want het spoeltje is dermate klein. Ja, hij ligt hier, je kunt het niet zien waarschijnlijk, maar hij ligt hieronder hier tussen namelijk. Maar dan moet je me anders maar even geloven op mijn blauwe ogen. En nu even een stukje over stroomloopschema's en autodata.
ik kan daar ook niet gratis aankomen. Want ja, via mijn werkgever, dat wordt geacht te gebruiken op het moment dat je aan het werk bent. En ja, onbeperkt daar gebruik van maken. Het heeft natuurlijk alles zijn grenzen. Hè? Je hebt een bepaalde vrijheid, die moet je gebruiken, maar niet misbruiken. Dat even terzijde. Voor mijn eigen autodata grijp ik meestal terug op een bevriende garagehouder soms. En daar haal ik het meeste weg. Een aldata, hoe noem je dat, abonnement, is wat dat betreft gewoon perfect. Maar goed, heel veel kun je wel vinden online. Maar in ieder geval voor de mensen, niet omdat ik een hekel aan jullie heb, helemaal niet. Want ik vind het leuk dat jullie naar mijn video's kijken. Zoek je iets, ja, vraag het mij niet, want ik moet daar ook voor betalen namelijk. Of Ben moet ervoor betalen. Ik zeg altijd, heb je een Volkswagen zelf, ga gewoon lekker naar de Erwin site toe van VW. Koop voor een paar euro jouw eigen materiaal in, jouw data in die je zoekt. Dan ben je klaar, zeg ik altijd. En BMW en Mercedes. Nou, in dit geval Mercedes. Ik heb hier, via Aldata, via Benny, heb ik dan een schema eventjes. Ik heb er even de dingen van gemaakt. Noem je dat, foto gedownload. Dat is mooi bij Aldata, kun je gewoon rustig doen. En ik heb hier dan K1. De volgorde klopt namelijk niet. Dat is het brandstofpomprelais. De brandstofpomp, de draden, bedrading waar het naartoe gaat. Het weerstandje staat ook getekend op de printplaat, heel mooi. De aansturing staat erbij, nou dat weet ik verder allemaal wel. Ik kan ook wel, namelijk de bedrading, dat is ook nog een idee van, oh, je maakt mooi hier zo, knip je de bedrading af die je nodig hebt en dan doe je het aan de buitenkant een relais hangen. Leuk en aardig, straks gaat bijvoorbeeld het relais van de klakson kapot en dat wil niet met solderen. Ja, en dan moet je alsnog een nieuwe kast kopen en dan moet je alles weer terug gaan solderen. Dus ik doe het nou gewoon lekker op de printplaat. Goed. Nu haal ik even de stekkers eruit. Als dat zo makkelijk gaat, trouwens, zit er nog een klemmetje op? Of, ja, trek alle stekkers er even uit. Zo. Nou, ze zijn allemaal, ze passen maar op één manier. En dan kom je gelijk een beetje uit bij, ja, Mercedes. Ik vind Mercedes altijd die stekkers allemaal ronde aansluitingen, ronde stekkers. Het lijkt wel een pionier autoradio, zeg ik altijd. Van dat spul van die, het is echt typisch weer, het merk moet zich weer onderscheiden op hun Duitse manier. Arrogantie ten top. Dit is dus het relais waar het om draait. Dit was de tuter. De tuter. Daar is hij dan, de Borschel. Nou, hij zit er dus zo in gemonteerd. Dit is hem, dit zogenaamde K1 zoals op het schema staat. Nou, en Benny heeft hem ook inderdaad al een beetje doorgesoldeerd. Het gaat om dus, deze twee draadjes heb ik straks nodig voor deze twee aansluitingen voor de draadjes. Doet er mooi aan de andere kant in. Het weerstandje zit dus in het relais, dus die kunnen er rustig uit. En ja, deze even los solderen. Dus het ziet er weer leuk uit dit, geweldig. Oh, dat zit in die printplaat, loopt dat door. Ja, wat geinig. Ah, dat was hem. Mooi. Het laatste poortje waar hij nog vast zat. Nou, even kijken. Je ziet hier heel mooi een klein, ja, bijna niet te zien. De spoeltjes, en vaak zijn is het spoeltjes binnenin gewoon op als het ware. De montage daar zo. Het ziet er verder, ja, wel netjes uit. Klein beetje remmen reinigen. Het mooiste is natuurlijk een beetje alcohol misschien, maar... Nee, niks aan. Ja. Dat is hem. Ja, een heel klein staalborsteltje. Maakt het niet, dan schaadt het niet. Nou, ik vind het mooi. Het is meer het restantje met koper hier zo, of koper met het restantje wat je hier ziet, aan de zijkant, weggaat. Fantastisch mooi, niks aan het handje. Wat ik nog even doe, dat weerstandje wat ik zei, wat hier dus zit, hier zo. Die soldeer ik ook nog even los. Dan doe ik hier twee draadjes aan. Hier twee draden door. Want dit zijn feitelijk, dit is de 30 wat je hier ziet. Even kijken, dit is de 30 geloof ik. Ja, dat is deze strip. En die andere is dan de uitgaande kant. Naar de benzinepomp toe. En dan heb je hier de aansturing. Dat loopt via die printplaat hier dan. Hier ergens naartoe. Nou, dat moet dan wel loslopen. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dat moet lukken. Dus nog even het weerstandje eruit halen. En dan door.
met zulke reparaties, met bedradingen, dat is altijd wel leuk. Benny heeft, net als ik, veel bewaard. Onder andere, ja, kabelbomen en zo. Dat vind ik leuk. Een stukje kabelbom hier. Hij zegt, knip maar af wat je nodig hebt. Nou, dan maken we mooi een beetje hier een, ja, kijk eens. Ik vind qua kleurcode ook wel mooi. Zoals rood, blauw, zwart, alles wat. Ik maak even, ik knip hier een stukje kabel af. Dat ga ik gebruiken. En dan, 1, 2. Hoppakee. Ik maak het even blank en dan ga ik deze bedradingen daarvoor mooi gebruiken. Twee iets dikkere draden, ook zo'n beetje wat naar buiten in gaat. Niet extreem dik natuurlijk, maar wel mooi. Ook nog een keer met een kleurcode rood. Nou, die kleurcodes zijn helemaal niet belangrijk. Voor de aansturing, ik pak hier een hele mooie grijze draad en ik pak hier een, nou vooruit. Ik heb hier nog grijze rood, lijkt het ook nog een beetje zo. En de rest leg ik weer terug in het bakje. Deze draai ik iets bij en ik steek hem hier zo er doorheen. Komt hij er aan de andere kant uit? Nou, het is wel heel veel koper wat er nou uitkomt natuurlijk. Knip ik even af en ik vouw hem eventjes een beetje dubbel. Weet je wat? Ik draai hem even bij, voor zover dat wil. Zo, en ik ga hem gelijk eventjes solderen. Soldeerbout goed warm maken. Nou, dit zijn echt die wel een soldeerbouten. Dat zijn wel de soldeerbouten, hoor. Echt. Draad nummer 2. Ondanks dat het allemaal voorspoedig gaat, wil ik toch even voor de zekerheid checken dat die aansluiting waar dus dat weerstandje over gezeten heeft, die twee kleine aansluitingjes, vergeef mij het licht lieve mensen, maar dat zijn dus eigenlijk deze en deze, of die wel in verbinding staan met een pen aan de buitenkant. Waarom? Ik heb natuurlijk het relais losgesoldeerd. Voor hetzelfde zit er een verwijzing in het relais door, namelijk ergens anders naartoe. En dat zou dus betekenen dat hij dan het niet zou doen. Dus dan sluit ik alles aan, soldeer alles en het werkt niet. Dus nu eventjes, ik heb de multimeter even in de piepstand gezet. En ik hou hem eventjes op één poortje hier zo. Eén van die, het is niet het makkelijkste wat ik nou doe. Zo daar tegenaan. En ik ga eventjes een keer hier langs. Oh, moet ik hem wel goed raken? Ja. Misschien niet goed te horen zo, maar nu beter. Ja, ik heb hier in ieder geval één verbinding. Verder heeft hij geen verbinding, denk ik. Nee, dat klopt. En nu die andere nog. Ja. Ah ja, dat is waarschijnlijk een plus. Dat is de plusaansturing, maar er zitten meerdere plussen op als het ware. Dus dat klopt. Dat is mooi. Dat betekent in ieder geval dat ik verder kan gaan met solderen. Dus daar dus de aansturing op te maken. Goh, Robert, waar doe je dat toch helemaal ontslachtig? Ach, ontslachtig. Ik vind het gewoon leuk om te doen, zo simpel is dat. Twee kleine draadjes erdoor en solderen. Zo. En de laatste, ook hier weer een klein draadje in. Laatste stukje er ook even weer afknippen. Zo. Mooi. Kijk eens aan. Vier draadjes gesoldeerd. En het begint te onweer buiten. Oeh, spannend.
Nu kan ik even een gaatje maken in het deksel. Deze draden naar buiten toe werken, zodat de relais in ieder geval aan de buitenzijde komt te zitten. Want ja, aan de binnenzijde heb je er natuurlijk niks aan. Want dan kom je met het relais niet weg hier binnen in te martelen. Of ik maak er gewoon even een ouderwets slurfgaatje in zo aan de zijkant. Eens kijken waar Benny de bordjes heeft liggen. Boormachine. En... tada. Nou, ik denk dat dit groot genoeg is. Een boordje. Kijk, een mooie dikke HSS-boor. Hoe noem je zo'n ding? Fantastisch. Kijk aan. Ik heb hier dus het dekseltje. Komt er straks zo op te zitten. Dus hier zo. Boor ik lekker subtiel even een gaatje in. Bedrading erdoor. En ik schuif hem weer mooi in elkaar. Mooi in elkaar. Bedrading eventjes op de juiste lengte maken. En ik kan deze ANP'tjes eraan zetten. En dan ga ik proberen. Uiteraard het reletje aansluiten. En maar eens kijken wat hij gaat doen. Spannend. En Benny heeft een tic-tac-tang. Oh, geweldig, geweldig, lieve mensen. Je zet hem erin. En schuift hem er overheen. Tic-tac klaar. En het zit mooi keurig geperst zoals het hoort. Ja, is een mooie tang. Gebruik ik het zelf? Nou ja, weinig natuurlijk. Omdat ik het onderweg niet nodig vind. Maar ja. Zo'n tang is natuurlijk wel perfect. Nu het moment om het relais, de schakelaar op afstand, beeldenwerpje op, om die eventjes te gaan monteren. Nou, de twee grijze draden, of in ieder geval grijs getinte draden, die zijn voor de 85 en 86. 85 en 86. En die twee andere, 87 en 30, zijn dus voor de brandstofpomp, zeg maar, de ingaande kant. En de uitgaande kant, dus de pluskant, daarnaartoe. Dit circus kan eraan. En als het goed is, ja, wanneer je de auto op contact zet, dan tikt hij. En dan, en je gaat starten, dan moet hij het gaan doen. Dus ik kan nog even kijken voor de zekerheid of er een voeding op komt te staan natuurlijk. Maar ik heb wel vertrouwen in mijn eigen reparatie. Ik ga weer richting de auto, nadat ik natuurlijk de zooi weer heb opgeruimd. Want ja, ik ben natuurlijk wel te gast bij Benny, hè. Het is niet moord, dat moet ik niet moord houden natuurlijk. Dus ik laat wel wat mooie achter hier. Ook de zekering van de brandstofpomp zit hier ook in. Dat je niet denkt van die zekering is stuk. Dat kan ook niet, want als je hem door zou verbinden, zou die het alsnog niet doen. Het grappige is, die zekeringkasten wat erin zit, die zijn, ja, het zijn vijf zekeringen, maar ze zijn wel genummerd. Maar allemaal door elkaar heen. Het is niet zo dat het de volgorde is. Nee, het is, even kijken, wanneer ik de beelden erbij opdoe. Het is, even kijken, het heeft puur met de layout te maken. F3, F5, F1, F2 en F6. Oh ja, hier heb je nog een zekering. F4. Ja, waarom makkelijk doen als het moeilijk kan, toch? Het is German engineering. We will ask the questions. Knock, knock. Who's there? We will ask the questions! Also wir stellen die Fragen, ne? Und keine anderen. So, wir sind angekommen. Ich habe die Hofsicherung draus. Warum eigentlich? Naja. Wat een vertrouwen heb ik in mijn eigen werkwijze. Hè? Die zit hier. Dit zit hier. En last, but certainly not least, is er nog één. Ja, dat is deze. De kleine, die komt ook denk ik vanaf de motorcomputer af. Zo, deze. Hoofdzekering erin. Nou, en dan ga ik eerst even kijken of die het ook gaat doen. Of die gaat starten. Dus nu even, ja, starten. Als die gaat draaien is het goed. Robert, hoe weet je nou of je het goed hebt gedaan zonder de motor te starten? Want... die zagen net, ik zet hem op contact en ik hoor wat. Ik hoor namelijk gelijk de benzinepomp draaien.
Hij doet het. Hij zit mooi op zijn plek. Ik had even moeite, had ik twee handen voor nodig om dit ding eventjes erin te klikken. Dit is de ouderwetse diagnosestekker. Het is nog geen EOBD-auto, dit het is nog een auto van voor 2001. Nou, het raletje ligt hier mooi. Ik kan er nog even een meting op doen aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik, ja, het is goed. Dit zit allemaal mooi in, dit zit er mooi in. Het deksel kan er weer op. Tot zover deze Mercedes. Leuk om te doen. Even een keer weer een stukje elektronica, elektro vooral. Beetje schema kijken, hoe zit het in elkaar, beetje logisch nadenken en dan kan deze auto weer duurzaam verder rijden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao.